Het moment is daar, jongens. De Xbox One, Xbox. Hallo medegamers, ik ben Shazi. Leuk dat jullie kijken naar deze Xbox One Xbox unboxing. Ja, dat is een hele mond vol. Ik heb hem net gehaald voor €488 in de Mediamarkt. Daar gaan we. Even kijken. Ik draai jullie kant op. Hier staat ook gelijk een soort van wat erin zit. Xbox Game Pass en Xbox Live Gold. Dat kan je er blijkbaar zo uithalen. Oké. Het ziet er wel aardig classy uit. Ik krijg gewoon twee codes zo te zien. Dat krijg je dus. Je krijgt Xbox Live Gold voor hoe lang? Dit is voor 14 dagen. Nu het ding zelf. Aardig zwaar ding. Dit is de zwaarste Xbox van de nu drie versies die er zijn. De Xbox One X heb je dus en dan de Xbox One S en de originele. En dit is de allerzwaarste, maar ook de allerkleinste. Dus dat is wel grappig. Ze hebben het powerblock hebben ze hierin weten te krijgen. En hier is hij dan ook gelijk, jongens. Even kijken, dit is de voorkant. Ja, is echt klein. Ja, hij is echt heel erg klein. Zelfs mijn voorarmen. Het is gewoon, het is echt een heel klein ding. Gaan we even de warning ervan afhalen. Er zit een aanknop of zo. Jackknop, denk ik. Er zit een jackknop, zou best kunnen. Ik zie hier ook een laser, maar ik weet niet wat dat is. Even rood, denk ik. Oké, grappig. Nou ja, jongens, ik heb nog wat uit te vinden. Kijk wat hier allemaal goings on is. Gewoon HDMI out, HDMI in, twee USB poorten aan de achterkant. 3.0 trouwens. SPDIF out, Ethernet en IR out, maar ik weet niet echt wat het nou precies ook weer is. Kijk, dan ga ik hem even rechtop zetten. Dus even een kleine, kijk wat hierop staat. Wat erop staat is Hello from Seattle Xbox One X. Dus een beetje een Apple-achtige touch eraan, vind ik dan. Oké, dan halen we het laatste onderdeel uit de box. En erg veel zal dat niet zijn, want de adapter die is gewoon weggewerkt in de box zelf. Open hem even retarded misschien. Een Xbox One gids. Hier de, wat is het? HDMI kabel. En hier de controller. En batterij geloof ik ook. Nou vraag ik mij af. Ik vond de vorige Xbox One controller, de allereerste zeg maar, daar vond ik de knoppen best wel raar van. Het klikte gewoon niet lekker, het was best wel hard en te sturdy om in te klikken. En deze klikken veel makkelijker en ik hoop wel dat zo zou zijn. Ja, dat is dus blijkbaar geüpdate. Wel moeten er nog steeds batterijen in. Dat is wel gewoon een beetje jammer. Dat ze dat nog steeds niet gewoon oplaadbaar hebben gemaakt. En dan maken we nu het laatste dingetje open en dat is gewoon de kabel, de stroomkabel. Dit is het dus, dit zit er allemaal in. De console, controller, batterijen, HDMI-kabel, stroomkabel. 2 weken gratis Xbox Gold en een Xbox Game Pass, waarvan ik dus niet helemaal zeker weet wat het is. Maar ik neem aan een soort van een EA Access-achtige vergelijkbare service. En dat is het dan. Dat is de Xbox One X. Als je deze video leuk vond, laat dan even een likeje achter. Subscribe voor meer unboxings en gameplay en weet ik veel wat allemaal van de Xbox One X. Maar ook de PS4 en de Nintendo Switch. In de volgende video ga ik dieper in op waarom ik toch de Xbox One X heb gekocht. Want je zou je kunnen afvragen van, kan je niet beter die €500 ongeveer investeren in een betere videokaart? Wat is de meerwaarde van een console versus dan een game PC? Dat vraag ik mezelf ook af. En ik hoop het te gaan ontdekken in de komende weken. En ja, daarin ga ik jullie ook meenemen. Dus stay tuned for that. En dan zeg ik nu tot de volgende video. Laters!